sowieso ontzettend benieuwd als eerst gewoon dat jij ons iets vertelt over je carrière. Oké, nou ik begon eigenlijk met mijn 12 jaar gitaarles te nemen. En met mijn 15 zat ik in een bandje, de Moox. Speelde ik slaggitaar. En, dat had ik niet gedacht. Toen ben ik daarna naar de Rekels gegaan. Maar je eerste hit. Het is begonnen met Vaarwel, ik zag in tranen om je laten, Mijn stil verdriet. Ja, en toen schreef Pia Kartner, schreef dat liedje Huilen is voor jou te laat. Waarom hebben we dat niet al gespeeld, ja. Waarom hebben we dat nummer niet? Dat nummer kent toch iedereen? Dat kent de hele wereld volgens mij. Ik niet. Het heeft 41 weken in de top 40 gestaan. Wauw. Dat is bijna een jaar. Kijk, ik pikse dat toen ik al bijna een jaar. dat is niet normaal. Het is niet gezond. Ik bedoel, een jaar heeft maar, wat is het, 56 weken of zo. Wat van, fuck. Het is bijna een hele jaar door.